Skyline Sport. Met vandaag de wedstrijd U19 Blauw-Geel. Normaal in affiche met een gouden randje. Getrouw en spelers kijken uit naar deze superderby. Echter door de verwaterde belangen teruggebracht tot een normale wedstrijd. Udi-trainer Bas Guskes kon geen gebruik maken van Tim Wolf wegens werkzaamheden. En ook de geschorste Matthias van Zanten bleef in het nette pak. Hij kreeg vorige week rood uit bij EHC. Blauw-Geel-trainer Erwin van Breugel nam de competitiewedstrijd van komende zaterdag in het vooruitzicht geen risico. En dat is tegen Gemert. Guus Peters, Mustafa Güler, Erik van Loon, Giovanni Henskes en Martijn van Strien bleven buiten het team. Ook Nicky Schepers, Brian Peters, de laatste weken steeds met een basisopstelling, bleven buiten het team. De jeugd kreeg een kans. We gaan over naar de opstellingen. Allereerst van de gastheren met witjes in het doel. En achterin Van Kuik, De Ruiter, Van Dijk en Smits. Achterin Lars van Geelkerken, Hofmeijer en Joep van Geelkerken. Voorin Siddiqui, Wassenberg en Michel Zuidam. Dan Blauw-Geel uit Veghel. Met in het doel Sander Maas. Hij kreeg de voorkeur vandaag voor Van Strien. Leuk van de trainer om dat te doen. Van Weert, Van de Akker achterin. Van de Bogaert, El Kadouri en Van Deurs op het halfveld. En voorin Van Doren, Van de Zanden en Korkmaz. Blauw-Geel trapt af op Parkzicht. Het mooie grasmat. Goed geprepareerd. Dat mag ook wel eens een compliment hebben. De belangen voor Blauw-Geel waren zoals gezegd niet al te groot. Maar ja, dan wil je toch nog graag winnen van Udi. En andersom ook. Hier een schot van Randy Hofmeijer. Dat door Sander Maas op uitstekende wijze wordt gestopt. Opnieuw Randy Hofmeijer, aanvoerder. Alle goede dingen kwamen van hem. Hier brengt Sander Maas zich even in de problemen. Of beter gezegd Sander van Weert die hem aanspeelt. Maar hij klaart het. Oh, schot zeg. Maar het stuit af. Opnieuw Hofmeijer en dan Joep van Geelkerken. Maar zijn inzet gaat over het doel van Sander Maas. Udi was in het begin sterker, zeker. Toonde meer initiatieven. En deze gaat ook voorlangs. Dat is een inzet van Lars van Geelkerken. Jeugdig talent. Uit de school van Tini Verhoeven. De vrije trap van Murat Korkmaz leverde niets op. Randy Hofmeijer. Lars van Geelkerken. Krijg het aan de stok met Sander van Weert. Maar Udi komt er niet verder mee. Brian van Deurzen. Prima langs de tegenstander. Maar hij houdt Emiel van der Zanden komt niet aan de bal. Werker Emiel van der Zanden. Mentaliteit om met een gaatje te dichten. Hier een kans voor Blauw-Geel. Ook die bracht niets op. Weinig kansen overigens voor Blauw-Geel in de eerste helft. En hier wordt het 1-0. Lars van Geelkerken stuurt Sam Wassenberg weg. Ja, en de topscorer uit de hoofdklasse moet je zo'n kans niet geven. Kijk maar, die bal is gewoon geplaatst. En u hoort de vreugdemuziek van Udi op de achtergrond. Hij wordt natuurlijk gefeliciteerd door Lars van Geelkerken. Is overigens geen broer van Joep van Geelkerken, wou ik zeggen. Gerke van Akker. Van Breugel speelde een beetje een gevaarlijk spel met hem. Hij staat ook op scherp. Is hem toch wel een beetje een kaartenpakker. Scheidsrechter Van Bakel hield hem op zak. Was ook geen enkele reden om kaarten te geven. Opnieuw Sander Maas. El Kadouri kreeg ook een basisplaats, nummer 8. Jeugdige speler nog. En dan gelijk in deze derby gaat er maar aan staan. Desley Schilders.
Let op hem. Let op hem. Ha, en verrast, keeper Witjes. Danny Witjes, hij verkijkt zich een beetje op die bal. En dat had Dessie Schilders goed gezien. Frans van Gesthuizen zei altijd, verdedigend moeten we nog wat aan hem schaven, aan Dessie Schilders. Maar hij heeft een pas in zijn benen, zoals niemand in de hoofdklasse heeft. Hij legt hem zogezegd op je stropdas. Mooi doelpunt. Udi zakt even weg naar dit doelpunt. Een schot van Sam Walsenberg, maar dat gaat tegen de reclame worden. Die valt op zijn rug, zeg. Ja, direct naar de rust wordt er gewisseld. Zijan Jusic komt in het veld. In zijn plaats speelt nummer 15, Zijan Jusic. Bij Udi 19 beter bed heeft Lars van Geelkerken met nummer 7. U hoort het al wat de speaker zei. Lars van Geelkerken heeft het veld verlaten. In zijn plaats speelt Tuithof. Zijan Jusic, goede voetballer. Heeft anderhalf jaar gekampt met een kruisbandblessure. Maar kan leuke dingen doen met de bal. Dat is vooral een kaatser. En om die reden door Van Bruggel naar het eerste elftal gehaald van Blauw-Geel. En vooral wegens het te weinig aan aanvallers. Tegen de paal van Randy Hofmeijer. Goeie voetballer zeg. En vooral als hij fit is. Jongen heeft wat gekampt met blessures, ziektes. Maar nu is hij fit. Let eens op, dit is een doelpunt. Dit is een doelpunt van Sam Wassenberg met het hoofd. Maar wat doet Destiny Schilders? Die trekt zijn hoofd in. Dan mag je me nog eens een keer uitleggen. Kom maar van Sam Wassenberg. Kan ook een reflex geweest zijn van Schilders, maar hij trekt wel zijn hoofd in. Maar hij zal het niet expres gedaan hebben, denk ik. En Maas was kansloos. En die bal gaat hoekschop. Tijmen de Ruiter hier in een kansrijke positie langskoppend. Goeie verdediger. En Aslam komt erin. En Sadiki gaat eruit. Hij gaat ook vertrekken. Hij gaat naar Rood-Wit in Groesbeek. Handen voor de edele delen. Destiny Schilders, maar deze bal, hij zet zijn schoen onder de bal. Hij gaat ook ver over. Van Beljo komt erin voor Ronald van der Bogaert. En bij Udi gaat Weideven in het veld en hij komt erin voor Robin van Kuik. Zoon van Wim van Kuik. Goeie keeper van Udi 19. En NEC. Dat was Frank Weideven op oorlogspad. Maar ook dat leverde geen succes op. Udi leidt nog steeds met 2-1. Publiek onder de paraplu. Het bleef druppelen. Maar wel goed voor de grasmat, zei Willy Verwegen. Hier een kans voor de ingevallen. Hoho, Danny van Bakel. Witjes ver uit zijn goal. Hier krijgt Udi een kans. Maar de ingevallen Hakop Aslam weet het ook niet in rendement om te zetten. Vrije trap. En die bal gaat naast. Kopbal van Danny van Bakel. Vrije trap van Danny van Bakel opnieuw. Slecht genomen eigenlijk. Maar de bal wordt teruggelegd. En een daverend schot van
Murat Korkmaz. Hij deed het tegen Gemert. En nu deed hij het weer. Binnenkant paal. En Danny Witjes is kansloos. 2-2, vlak voor tijd. Dan zijn we in de 89e minuut. Brengt blauw-geel 38 in de stand op 2. En dat is het eindsignaal van scheidsrechter Stefan van Bakel. Die ook terug kon zien op een prima wedstrijd. 2-2. Je had eindelijk in die laatste 5 minuten eindelijk al aan een overwinning zitten, denk ik. Ja, als je een paar minuten voor tijd met 2 in voor staat, dan mag je hopen dat je hem over de streep trekt. Maar het mocht niet zo zijn. Naar mijn idee een onterecht gegeven vrije trap. Die wordt ingebracht en die bal valt voor Murat Korkmaz zijn voetjes. En ik ken Murat. Murat heeft een aardige knal in zijn voeten en die schoot er fantastisch in. Dus dat is heel jammer, want het is ook leuker om met een overwinning het seizoen te beëindigen dan uiteindelijk met een gelijkspel. Maar goed, het is nou eenmaal zo. We kunnen er weinig aan veranderen. Ja, je hebt het nou over die 2-2, maar die 1-1 zat er ook effect in, hè? Ja, die zat er wel aardig in. Al moet ik wel zeggen dat het leek of je houtbouw was. Maar goed, dan wil ik dan maar met Danny even over bakkeleien. Maar goed, die schoot hij natuurlijk vanaf een afstand geweldig in. Een beetje zo'n Ronaldo-goal. En die kwam eigenlijk met donderslag bij heldere hemel. Want ik had niet het idee dat blauw-geel op dat moment zo gevaarlijk was geweest. Maar hij zat er aardig in. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En dan maak je 2-1 en dan valt 2-2. En dan is het jammer dat je nogmaals na een beetje een gezapige wedstrijd toch nog 2-1 uit de handen geeft. Erwin, jij tevreden met 1 punt? Jawel, daar zijn we tevreden mee. Tenminste, ik denk dat het eerst zelf absoluut voor Unie was. Meer kansen hebben gekregen als ons. En dan moeten we blij zijn dat het 1-1 is met rust. De tweede helft vond ik het wat minder weggaven. De eerste kans was volgens mij voor ons. Hè, de 1-1 van Camille, die een levensgrote kans kreeg. Die maken we niet. Vrij kort daarna maakt Udi 2-1. En ik moet zeggen, daarna hebben we ook weinig meer gecreëerd. En dan valt de 2-2 eigenlijk een beetje uit het niets. Dus ja, wel tevreden met de punt uiteindelijk, absoluut. Ja, ik sprak je gistermiddag tijdens de Skyline Sport-uitzending. En toen hadden we het er samen even over. Zie jij deze wedstrijd als een generale repetitie voor de na-competitie volgende week zaterdag tegen Gemert? En toen zei je, ja, waarschijnlijk wel. Ik denk, gezien en gelet op het aantal spelers wat jij vandaag in de basis had staan, dat het eigenlijk geen graadmeter is. Of zie ik dat verkeerd? Nou, de vraag die je gisteren stelde, heb ik naar de hand toch over na zitten denken. Ik denk van ja, dat is inderdaad, als je kijkt naar de aantal spelers die we vandaag in de basis hadden staan, niet een generale repetitie. Wel als het gaat omdat het de ene laatste wedstrijd of de laatste wedstrijd is voordat de na-competitie ingaan. Maar ja goed, dat gaat volgende week waarschijnlijk niet de basis zijn. En dat het duidelijk zijn. Dus we hebben bewust een aantal spelers er buiten gelaten. Buiten de selectie en een aantal jongens op de bank. Ja, wel puur met het oog op volgende week. En ja goed, of dat uiteindelijk een juiste keuze is geweest, dat kun je nu niet zeggen. Maar ja, daar hebben we wel bewust voor gekozen. De uitslagen en standen. Ja, Unie Blauw-Geel 2-2. U ziet het, Venray verliest 2 punten aan Bekkerveld. 2-2. En degraderen rechtstreeks. Schijnel verlies van Rosmalen, maar dat is allemaal niet zo meer belangrijk. U ziet het, Venray en Bekkerveld degraderen rechtstreeks. ESC en Nuenen gaan na competitie spelen. Wordt nog heel erg spannend. Opnieuw na competitie voor ESC. Dit was Skyline Sport. Volgende week zijn we weer bij u terug. En dat is namelijk zaterdag met de wedstrijd Blauw-Geel-Gemert. Skyline Sport.